Hallo mensen van Vaco Games. Welkom terug bij mijn Stratosphere Survival. Even kijken, de vorige keer waren we weer dood gegaan. Ik heb heel veel reacties gekregen, echt. Ik ben helemaal vol gespamd. Echt, gewoon helemaal vol gespamd. Met reacties. Ook in mijn inbox gewoon. Zo random gewoon mensen die gaan zeggen van ja, daar zat nog iets. Vind ik allemaal wel leuk, eerlijk gezegd. Die zeiden dus dat daar nog wat te halen viel. Full diamond armor en de portal. Ik heb het allemaal gezien. En dat lijkt me echt zo cool als dat echt waar is. Dat ik daar dus diamond armor kan krijgen. En... oh, nice. Meteen wat stuff allemaal. Oh, hier nog meer. Oh, en hier ben ik ook dicht bij het lava eiland. Wordt ook tijd dat ik daar nog een keertje naartoe ga, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Oh, de lelijke bomen met de zwevende waterlelies weer. Kijk dan, die boom, dat klopt niet hoor. Dat klopt echt gewoon niet. Jongens. Dat klopt niet. Dat klopt voor geen ene meter, zouden ze bij ons dan zeggen. Even kijken. Ja, dan moet ik hier nog recht opkomen. Ik ben echt van plan om niet meer te gaan vallen. Wat vinden jullie daarvan? Hè? Niet meer vallen? Leuk idee? Geen leuk idee? Oh, nice. Het is op zich nog best wel dichtbij. Ik weet dus ongeveer waar het is. Weet ik ongeveer, hè? Ik zeg niet dat ik het weet. Ik zeg dat ik het ongeveer weet. En het lijkt me makkelijk of handig om even alle spullen in veiligheid te brengen die ik in veiligheid wil brengen. Zoals deze stuff allemaal hier. Zo dit. Vooral deze. En dingen. Dit. Wow, creeper. Hallo. Nee, kom. Boom. Goed zo. Dit is eigenlijk ook wel... zo, hier zo wil ik eigenlijk wel gaan graven. Zo, hier zo. Ja. Ja, is dat niet handig als ik een shovel en een pickaxe maak? Ja, dat is handig. Alleen, we hebben geen materiaal bij voor een pickaxe te maken. Weet je wat, joh? Dan maken we toch lekker even een dingen. Een houten pickaxe. Een houten shovel. Wow. Dat heb je even geluk, creeper, dat ik... ontplof. Hoppa, zo. Die hebben toch eens even mooi uitgeschakeld, jongens. Ik dacht even dat we er weer aan gingen. Maar gelukkig niet. Gelukkig hebben we de creeper lekker verslagen en we kunnen gewoon weer lekker verder. Ja, hoe is met jullie alles goed? Ja, mooi zo. Met mij ook alles goed. Ik weet niet, ik vraag altijd of het met jullie alles goed is, maar ik weet, ik weet ook niet waarom ik dat vraag. Want ja, jullie snappen me wel, denk ik. 1, 2, 1, zo, en dan kunnen we zo doen. Ja, yeah, dit was wat ik wou hebben. Ik denk dat ik hier zo... wat zijn dit? Oh, dit zijn slabs natuurlijk. Ik dacht dat dat was gefixt in de... maar deze map is volgens mij nog niet Minecraft 1.2.3. Volgens mij. Ik weet het niet zeker. Volgens mij niet. Ach ja, het maakt ook allemaal uit. Ik heb... oh, damn. Yo, ja. Oké, normaal doen. Hoe gaan we dit doen? Nee, wacht. Dit moet weg. Heb ik sandstone of iets? Ja, ik heb sandstone. Hier zo, alsjeblieft. Dankjewel. Sandstone. Nee, dit is zand. Son of a damn motherfucker. Zo, dit is nice. Denk ik. Ja, dit is nice. Ik denk het niet, ik weet zeker dat het nice is. Want ja, zo krijgen we ook alweer wat sandstone. En ik ga voor me uitminen, dus dat wil zeggen dat ik niet op het blokje ga staan. En zo, en... want anders ben ik dadelijk echt... oh ja, we hebben wel toortjes bij. Ik wou zeggen, hebben we geen toortjes bij, want dan zouden we echt fucked zijn geweest. Hey, hallo. Oh, nou komen we hier dus uit. Ja, dat is dus niet wat ik wil. Ik wil dieper. Ja, heb je me gehoord? Ik wil dieper. Kom dieper. Bestaat dat ook als sandstone slab? Nooit geweten dat dat bestond, ja. Zo, het water is denk ik weg nou. Zo.
Even kijken, is onze trap er nou nog? Nee. Lol, what the fuck. Zo. Ja, zo is hij. Ook hier zo. Ja, en deze kant dan weg, dat is het. Ik lol, what the fuck. Zo. Ja, nou zijn we er. Nou hebben we hem weer. We hebben het weer te pakken, jongens. We hebben het weer te pakken. Lijkt me best wel fucked up, al is er dadelijk zo'n blokje met zand, zeg maar. En dan val je daar zoiets zo. Nee. Dat zou wel kloot zijn. Ik denk dat we precies beneden komen als mijn pickaxe op is. Als mijn pickaxe out of juice is, zoals dat zo mooi heet. Ik vind het wel jammer trouwens dat je geen sandstone pickaxe kan maken. Dat zou wel epic zijn op zich. Waarom hoor ik zo super duper veel mobs? Dat weet niemand. Hè? Nieuwe skin! Yeah, nieuwe skin! Echt een nieuwe skin. Ik vond het wel tijd voor een nieuwe skin, want ik had al zo lang die halve emo skin. En ik vond mezelf niet echt emo waardig, dus... Ja, ik heb een andere skin gepakt. Iets minder emo-achtig. Denk ik, hoop ik. Mag ik hopen dan? Nou, ik denk niet dat ik emo ben, toch? Vinden jullie maar emo? Nee, hè? Nee, ik ben geen emo. Jullie weten trouwens niet eens hoe ik eruit zie. Maar ik zal het even vertellen, ik snij mezelf en zo. Dus nee, ik denk niet dat ik dan emo ben. Nee, ik ben geen emo. Nee joh, ik ben geen emo. Waar hebben we het over? Hoezo hebben we het over emo's? En de mobs komen nou toch wel heel erg dichtbij. Ik kan ze wel ruiken. Oh, en hier is het. Ik zie daar glas. Wajo. Oh, ga weg. Ga weg. Niemand mag jou. Ga weg. Waar kom je vandaan, man? Sterf. Wow, en dit is echt gevaarlijk hier beneden. What the fuck is dit? Enderman, sterf, want jou mag ik niet, Enderman. Mag Endermans niet. Is het hier het... Wow, nee! Oké, kut. Scheisse. Ja, we zijn dus net weer dood gegaan. Ja. Ik denk dat echt dat deze map iets meer voor multiplayer is, want alleen kom je hier toch niet doorheen, joh. Zag je hoeveel mobs daar waren? Echt waar. Jezus Christus. Ik zit eraan te denken om hem even op peaceful te zetten. Ik weet niet of jullie het erg vinden. Alleen denk dat ik het toch wel even doe, want... Fuck. What the fuck doe ik nou ook weer? Ik ben zo slecht. Ik ben zo slecht, mensen. Echt. Ik zuig hierin echt zo hard. Dat wil je niet weten. Nee, dat wil je niet weten. Wauw. Ik faal hier echt zo hard in. Ik zat al te denken toen straks zo van... Oh, ik moet daar niet invallen, want dan ga ik daar dood. En wat doe ik? Ja hoor. Ja. Slim. Dit gaat op zich nog best snel kapot. Geen probleem. Zo. En dan zet ik dadelijk even de mobs uit, want ja, dit vind ik niet fijn natuurlijk zo. Dan gaan we even naar beneden. Nou zet ik even de mobs uit. Want ik snap echt niet hoe je hier anders in je eentje doorheen moet komen. Als jullie het kunnen, echt respect, maar ik kan het niet. Ik zou ook niet weten hoe het zou moeten. Als jullie weten hoe het moet, dan moet je het maar even in reacties zetten, want... ik zou het echt niet weten. Ik fix dit even. Want ik vind het niet zo veilig, dit. Zo. Wat heeft die creeper... Wow, lol. En de portal. Nice. Hier een beetje ver... Wajo. Superveel potions. Nice. Waar komen al die mobs dan vandaan?
Ja, en wie zei dat nou van die Diamond Armor? Moet ik hierin gaan? Wat staat hier? Zullen we erin gaan? He is coming. Gaan we dit doen? YOLO! Meen je dit? Meen je dit nou? Wat moet ik hier nou doen? Ik zag hem. Ik zag hem. Moeten we nou serieus de Ender Dragon gaan verslaan? Met deze stuff die we hebben. Ik zag hem weer. Kut. Ik denk hier staat een chest of zo. Ja. Hoe gaan we dit doen? Dat is natuurlijk de vraag van vandaag. En waar de fuck staat die Ender Portal zodat ik terug kan? Waar? Hey, ga weg, Ender Shizzlemaloney. Waar de fuck spannen wij? Is dit hier? Nee, dit is Obsidian. Lol. Waar moet ik naartoe? Ik snap helemaal niks. Is het? Nee, dit is ook Obsidian. Wat de? Ik snap hier helemaal niks van. Ik ga ook nooit naar de end of zo. Nooit geweest, ook niet. Nee, nooit geweest. Ja, wat gaan we doen? Ik ga nog maar even wat doormalen en dan kijken waar we uitkomen. Ik weet niet of dat beest sterk is, volgens mij wel. Ja, ik denk het wel, want anders dan zal het niet de eindbaas zijn. Ja, ik denk dat hij sterk is. En aangezien ik hier ben met een iron sword en wat... Ja, misschien met die arrows kan ik wel wat. Maar dan heb ik eigenlijk infinity nodig. Dat heet infinity toch? Ja, volgens mij heet dat infinity. Ja, dat heb ik dan eigenlijk wel nodig. Hoe gaan we dit doen? Ik ga hier even omhoog minen om te kijken hoe ver ik nog onder ben. Want anders ga ik het afsluiten. Dan is het veel te ver. Ah, daar zijn we. Ja. Hier zijn we. Kom dan. Kom dan, beest. Kom dan. Nee, we gaan terug. We gaan niet jullie Ender Manny verslaan. Dat gaan we nog niet doen. Dat is voor het volgende deel. Ook niet, denk ik hoor. Laat even in de reacties achter of ik wat items bij mag spannen, zodat ik de Ender Dragon wel kan verslaan. Laat even in de reacties achter of hoe ik dit moet doen. Hoe ik dit moet gaan aanpakken, wat ik in het volgende deel moet gaan doen. Hoe ik terug moet komen en dat soort dingen allemaal. En dan zeg ik tot de volgende keer.